Beste Ingmar, als kersvers burgemeester al meteen de krak van de gemeente kunnen feliciteren, het is een grote eer. Al bijna 25 jaar lang ben je één van de vele gedreven ondernemers die onze gemeente rijk is. Je doet er, als uitbater van de cirkel Fruit en Food in de Oude Bruggestraat, alles aan om jouw klanten tevreden te stellen. Tijdens het afgelopen jaar kwam je voor grote uitdagingen te staan. Maar die schrokken jou niet af. Jouw klanten moeten in alle veiligheid hun boodschappen kunnen doen en daar heb je heel veel voor over. Plexiwanden over de volledige lengte van de winkel. Een afdak voor wachtende klanten. Leveringen aan huis. Je hebt kosten en ook geen moeite gespaard. Het doet me als burgemeester veel plezier om te zien dat de krak van onze gemeente dit jaar een ondernemer in hart en nieren is. En dat in een tijd waarin ondernemen allesbehalve evident is. Je bent een voorbeeld voor velen en een uitgangsbord voor de campagne Ik koop lokaal. We hadden ons geen betere krak kunnen wensen. Laat dit ook een hart onder de riem zijn voor alle ondernemers in onze gemeente die zich elke dag opnieuw inzetten voor hun klanten. Vanuit het gemeentebestuur wens ik jou en jouw familie van harte te feliciteren met jouw titel. Proficiat. Ingmar, van harte proficiat met je welverdiende verworven erkenning als krak van de gemeente van Wingene. Je gedrevenheid en passie om alles wat je doet en onderneemt niet alleen goed te doen, maar excellent te willen doen, herken ik in alles wat je doet. En zo ook natuurlijk in je passie, je winkel, de cirkel. Waarvoor je nu ook door je klanten de erkenning krijgt en als krak van de gemeente van Wingene in de prijzen valt. Driemaal per week super vroeg uit te vieren om zelf alleen maar het beste fruit en groenten te kunnen selecteren voor in je winkel. Ook met veel zorg en veel oog voor kwaliteit je andere producten selecteren. De mensen die het iets moeilijker hebben in deze moeilijkere periode aan huis beleveren. Je winkel super corona veilig inrichten. Daar ook streng, maar altijd rechtvaardig op toezien. Nooit klagen en zagen. Maar altijd klaarstaan met een grap en een knipoog. Ingmar, dat ben jij te voeten uit. Maar Ingmar, we weten ook dat de cirkel alleen maar rond kan zijn door de steun en hulp van je fantastische vrouw Ingrid en van je drie al even fantastische krakotjes Emma, Marten en Amber. Steun, hulp en liefde in de winkel en achter de schermen. Daarom zou ik willen zeggen aan jullie allemaal een dikke, dikke proficiat met jullie welverdiende erkenning als krak van de gemeente van Wingene.